Heb je lang of kort moeten twijfelen toen Excelsior aanklopte om jou dit seizoen op huurbasis over te nemen? Ik heb er even over nagedacht, maar ja, uiteindelijk ben ik eruit gekomen en ben ik blij om hier te zijn. En waar moest je dan over nadenken voordat je de knoop doorhakte? Nou, het is natuurlijk wel moeilijk na zoveel jaren bij Ajax om de volgende stap te zetten. En dan moet je wel kijken wat dan de juiste stap is. En uiteindelijk heb ik voor Excelsior gekozen en denk ik dat dit de juiste stap is. Ja, want je wilde, kan ik me zo voorstellen, wel echt een stap maken. Hè? Twee seizoenen jong Ajax, vaste waarde daar geworden. Ja, nog zo'n jaar. Je wil gewoon aan de Eredivisie, denk ik, proeven. Ja, klopt. Ik wilde graag naar de Eredivisie en Excelsior bood die kans. En nu ben ik blij dat ik hier ben. Heb je nog met Bas Kuipers gesproken? Die ken je natuurlijk nog vanuit Amsterdam. Die heeft hier ook mooie stappen gemaakt. Ja, ik heb vooraf even met Bas gesproken. Even gesproken over hoe het is, wat voor club het is. En ja, hij was positief natuurlijk en dat maakt het dan wel makkelijker voor mij. Ja. Al zal er één ding anders zijn in hoe het met hem gelopen is dan hoe jij het nu voor ogen hebt. Hij is natuurlijk definitief hierheen gekomen op een gegeven moment. Jij zal nog steeds de grote droom hebben. Ja, natuurlijk. Je wil graag terugkeren en dat moet je hier dan laten zien. En als je het hier goed doet, dan kan het zomaar zo zijn dat je weer terugkeert. We kennen jou een klein beetje van wedstrijden tegen de regioclubs natuurlijk in de eerste divisie. Maar ook weer niet zo goed, want zo goed volgen wij jong Ajax niet. Wat voor type back ben jij? Ik ben een back die graag aanvallend een steentje bijdraagt. En ja, ik ben fel, agressief. Eet graag mijn man op. Dat is wie ik ben. Ja, en ook hoe ze het hier en bij heel veel clubs graag zien. Hè? Een back inderdaad met die aanvallende intenties erin. Ja, dat klopt. En ja, club als Excelsior heeft dat natuurlijk ook wel nodig. Aanvallende impulsen en daar wil ik graag voor zorgen. Wat wel altijd één groot verschil is, en Bas Kuipers liep daar bijvoorbeeld ook tegenaan, maar je hebt het vaker gezien met huurlingen van de topclubs hierheen. Strijden tegen degradatie, wat het hier op voorhand lijkt te gaan worden, is natuurlijk heel iets anders dan wat je in Amsterdam gewend bent, ook bij de jeugdteams. Klopt. Hoe kijk je daarnaar? Dat is heel anders, maar natuurlijk ook wel goed voor mij. Je zal meer in de verdediging komen en meer moeten weten hoe je verdedigend het oplost. Omdat je natuurlijk niet 80% balbezit zou hebben. En dat is natuurlijk alleen maar goed voor mij als verdediger, voor mijn ontwikkeling. Wat vind je zo leuk aan die job in het veld, het verdedigen? Nou, het geeft gewoon een goed gevoel als je tegenstander de baas kan zijn. En als je het verdedigt als team goed doet, dat geeft gewoon een goed gevoel. Hoe kijk jij misschien nog als relatieve buitenstaander toch naar Excelsior, de ontwikkeling die deze club de laatste jaren heeft doorgemaakt? Ja, zeer sterk. Dit is het derde achtereen volgende seizoen in de Eredivisie. En vorig seizoen handhaving zonder play-offs, dus dat is erg mooi. En ja, daar kijk ik alleen maar positief tegenaan. Wat verwacht je van dit seizoen snel een vaste waarde worden zoals je dat de laatste jaren in de eerste divisie was? Dat is zeker wel de bedoeling. Succes daarmee. Dank u wel. Dank je voor je tijd. Yes, tot ziens.